Jana. Cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Répand ton onction et répand ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit. Saint-Esprit. Yeah. Saint-Esprit. Demandez de fongoler la Bible en abyssant la cachine à Ephésiens chapitre 3. En ik zal jullie vragen dat we onze Bijbels openen op het hoofdstuk van Efeziërs. Ephésiens chapitre 3, verset 8 à 12. Ephésiens hoofdstuk 3. Ephésiens is ali après Galates. Ephésiens is na Galaten. Net ook om in Ephésiens. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 3, verset 8 à 12. Hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 12. Yoni, waar is jouw Bijbel? Heb je niet? Mama moet het voor jou kopen. Of je kan het toch op jouw telefoon downloaden? In het Nederlands is het makkelijk. Toch? Ephésiens chapitre 3, verset 8, jusqu'à 12. Yes. Is het in Frans of in Nederlands? Is goed zo. Ephésiens chapitre 3, verset 8. Ephésiens hoofdstuk 3, vers 8 en 12. Ik lees in naam van Jezus. En dan. Ik lees in naam van Jezus. En dan te bedenken. Even wachten. Nou, ik heb mijn Angweza Muketro. Opnieuw. Ephésiens hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 12. Ik lees in naam van Jezus. Amen. En dan te bedenken dat ik de minste van alle gelovigen ben. Mm-hmm. Alleen door de genade van God mag ik andere volken op de onverstoorbare rijkdom van Christus wijzen. Ik mag de mensen laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat hij vanaf het begin voor zich heeft gehouden. God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Het is altijd zijn bedoeling geweest dat door onze Heer Jezus Christus bekend te maken. Nu hebben wij door ons geloof vol vertrouwen vrij toegang tot God. Amen. Amen. Tot ik ga Licolo te vongeli Romeins chapitre 14, verset 9. We blijven staan en we openen onze Bijbel tot hoofdstuk van Romein, hoofdstuk 9. Romein is allé après. Avant Nani Galate, avant 1 Corinthien, 2 Corinthiens, aux autres commandes romains. Pour la moto, ils allaient dans l'acte des apôtres, ou talika ka acte des apôtres, ou les kiyango romains, ils allaient dans Sima. Romains est na de hoogste handeling. Chapitre 14. Vers 14, openen we. Et chapitre 14, verset 9 à 12. Hoofdstuk 14, vers 9 tot en met 12. Tot daarin, kom maar naar Jezus. Lees in naam van Jezus. Daarom is Christus gestorven en weer levend geworden. Hij moest immers de Heer van de doden en de levenden zijn. Hoe durft u dan een andere gelovige te veroordelen of op hem neer te kijken? Wij zullen ieder voor zich voor Christus terecht moeten staan. Want er staat geschreven dat de Heer heeft gezworen. Zowel als ik leef, elke knie zal voor mij buigen en elke tong zal openlijk erkennen dat ik God ben. Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden. Amen.
Amen. Alléluia. Tofadina Kobonaïs. C'est un enfant. Éternel notre Dieu, bénis ta parole. Nous te demandons d'agir à travers cette parole. La Bible a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Regarde pourquoi nous t'appelons maintenant de parler une seule parole et cette parole qui va prendre place dans nos vies. Et je m'élève contre tout l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que cela soit annulé sans effort au nom de Jésus, et que laisse que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous garder par le nom de Jésus qui est notre seul et sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et je lis en français pour la facilité et verset 9 et 10, car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur le mort et sur le vivant. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tous genoux fléchissent devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns et les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère et une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ, rien n'est impire en soi et qu'une chose n'est impire que pour celui qui l'a cru impire, qui le croit, qui la croit impire. Amen. Et l'Éphésiens chapitre 3, et le Binabisoboye, verset 8 à 12, qui dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incorruptibles de Christ et de mettre en lumière les moyens de faire connaître les ministères cachés et de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est pourquoi les dominations et les autorités de les liens célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les destins éternels qui a mis en exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui nous avons par la foi, en lui nous la liberté et nous approchons de Dieu avec confiance. Amen. Amen. Nous avons dans notre thème que tu et nous soyons ensemble. Un thème à votre ordre, qui est l'armure de David. Votre wapen panserai van David. Nous sommes en train de parler maintenant des ailes qui est les sandales. Et we hebben nu over de sandalen van David. Et les sandales qui on dit qui Paul a intitulé les ailes. En dat is wat Paulus datgene heeft genoemd waar David de steun op heeft. Et nous avons parlé trois jours de dimanche coulé. En we hebben twee zondagen daarover gesproken. Des choses qui nous fait que nous sommes obligés d'avoir les ailes pour l'évangile. En wat heel erg belangrijk is, wat we hebben gezien, wat heel erg belangrijk première is. Chose, nous sommes obligés d'évangéliser parce que c'est une ordre que Dieu nous a donné. En als eerste hadden we gezien dat we zijn verplicht om te gaan praten over de evangelie, want dat is een orde dat God ons heeft gegeven. Et Christ a dit, allez faire tout le monde les disciples. Wat God heeft verteld, maak baptisez-les au nom de Jésus. En zegen hun naam voor Jezus. Deuxième dimanche passé, nous avons vu deuxième chose. Het tweede zondag was vorige zondag, hadden wij tweede ordre. Pourquoi il faut évangéliser ou pourquoi il faut avoir la zèle? Waarom wij moeten gaan évangéliser? Il faut avoir des zèles parce que c'est notre manière de montrer notre amour envers Dieu. Het is heel belangrijk om liefde te hebben, zodat mensen kunnen zien wat we evangeliseren.
Wanneer wij gaan praten nous montrons que nous avons un amour envers ces dieux-là. Wij laten zien dat wij liefde hebben tegenover God. Parce que si j'aime quelqu'un, want als ik van een persoon j'aime aussi parler ya bolam oyeta salina kachafinanga. Praat ik altijd over het goede dingen die ik j'aime quelqu'un. Wanneer ik van iemand linga kakoku misayena milie ya baroba zakoloba mabena ye. Wil ik eens goed gaan praten over hem waar mensen slecht over praten. C'est ça aussi pourquoi nous sommes obligés d'avoir les ailes. En daarom is het belangrijk voor ons. Ik had gezegd dat het is wat je hebt. Quand nous sommes fatigués, net zoals wij als wanneer we moe zijn. Et à cause de la zèle que Jésus m'a donné, door de liefde die God mij heeft gegeven. Et je ne vois pas cette fatigue. Zie deze vermoeidheid niet. Mais je continue toujours à faire ce qu'il me demande de faire. Maar ik blijf doorgaan met datgene wat hij heeft me gevraagd. Et même de moment où on a aussi travail. En zoals het moment dat van werk komt. Comme il en a osé tellement fatigué. Je komt dan op thuis en je bent helemaal moe. Je suis téléphone moi que je suis peut-être 5 heures du temps. Je pakt die kaart de telefoontje en je zit daar 5 uur. Comme les salut peine mon tomokilité. Maar omdat het niet is voor de persoon van deze. Vraiment que non, il s'est pas passé nuit. Conduisi, il est mort et ressuscité. Maar het is voor degene die is doodgaan en is opgestaan. Et cette zèle-là, il continue à le donner que non, n'a qu'on qu'à retenir même 10 heures du temps à parler de lui. En door die liefde ben ik in staat om 5 uur of 10 uur lang te gaan praten over God voor dat persoon. Et la troisième chose que je vais parler aujourd'hui. En het derde onderwerp waar ik vandaag op nous allons tout au moins mon akatia mukande na Ephésien. Dit hoofdstuk Ephésien. Et la Bible dit que non. Lui qui Paul qui dit que non, moi qui est le moindre. En de Bijbel vertelt ons dat ik die een ongelooflijk de mettre la lumière et les moyens à faire connaître le ministère caché de Dieu et d'éternité en éternité. En hier staat dat alleen door de genade van God mag ik andere volken op de onvoorstelbaarheid van Christus wijzen. Pourquoi il faut faire cela? Il répond au verset 10 en disant pour que les dominations et les autorités puissent savoir que nous, Jésus, aujourd'hui même par l'Église. En in vers 10 wordt er gezegd, God wordt door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsfeer laten zien. Le troisième chose, pourquoi est-ce tous à la nazelle? En het derde onderwerp waarom wij liefde nodig hebben. C'est parce que l'occultisme commence à gagner du terrain à Kachamokili. Dat is omdat de machten van deze wereld steeds meer plek overnemen. Halleluja. Amen. Mais lorsque nous nous dormons, wanneer wij aan het slapen zijn, les occultismes commencent à dominer dans le monde. Dan gaan de machten van deze wereld overnemen. Lorsque j'ai eu cette révélation, en vandaag toen ik datgene had, j'ai demandé à Dieu de me donner des choses qui fait que pourquoi nous ne progressons pas en tant que bana nzambe. Heb ik gevraagd aan God waarom wij als kinderen van God nooit nous gaan. Nous sommes obligés de parler de Dieu. Wij zijn verplicht om te gaan spreken. Nous sommes obligés d'évangéliser. Wij zijn verplicht om te gaan spreken. Parce que pour empêcher que nous, les gens de ce monde ne puissent pas prendre la place, parce que Dieu a envoyé ces hommes-là pour que nous, va servir en de Zambé. Dat is dat de mensen van deze wereld niet de plek, ons plek innemen, maar. Mais pourquoi le chrétisme prend la place na kati na bazina biso? Maar waarom neemt dat dan altijd de plek in ons leven? Pourquoi le chrétisme domine dans le monde? Waarom zijn er alle machten meer in deze wereld? Parce que nous avons un seul problème. Want wij hebben één probleem. Nous allons nous présenter Dieu mal. Wij laten God verkeerd zien. Wij christenen weten niet hoe we onze God moeten presenteren. Tu veux aller évangéliser pour quelqu'un? Want je wil gaan spreken aan een persoon. D'abord celui que tu veux évangéliser de un bolo banagana yeti. Ten eerste degene aan wie hij celui-là que tu amènes les problèmes de l'église dans sa maison. Maar ten eerste, je wilt gaan praten over God, maar degene over wie jij tegen wil gaan praten, neem dat een probleem. Hoe kan je dan willen gaan zoeken naar jouw God? Tous présenter Zambé Mabé. Wij geven vraag.
Nous commençons à mettre des choses dans Katia Balimite Nango. Omdat wij dingen op een limiet zetten met God. Mais lorsque j'aime bien. Maar waar ik veel van heb. Resultant dans Katia, na moni na mokineke no, legmeni no clitisme, ba yebi ko presente même Nzambe na bango. Ik had verteld dat zelfs de mensen van deze wereld. Wie heeft wel eens gezien dat een tovenaar bijvoorbeeld of een andere magier of wat dan ook. Halleluja. Ook wat er naar YouTube. Zoek maar op internet, fouillez ma site tout. Of op internet, zoek maar op internet. Nous les chrétiens, om te laten zien dat wij présentons Dieu mal. Wij geven verkeerd woord van God. C'est là que nos néoclétismes dominent sur notre Dieu. En daarom zijn er andere machten die heersen over onze God. Regarde même nanan, et comme ceux qui m'ont connu déjà, pasteur un tel répond à pasteur l'autre en garde à la cangote. Wat soms dan zie ik bijvoorbeeld op internet staan, ja, deze pastoor geeft antwoord op deze pastoor. Halleluja. Dan kijk ik het al niet meer. Nan was dat moe nan ganga. Wie heeft wel zo'n ganga moesus. Om over andere persoon te praten. Tondo ki moko abimina tela lobi, ngai na lekindo kana bakamba yebiseke bineza lukuta. Of het demon die kon vertellen, ja, deze demon is niet verkozen. Zelfs wanneer ze naar de wereld gaan. Ze komen gaan. Wie had je zo'n tondje genoemd, moet de mond wana bimina tele, voor een welke contradictie, maar kan bij jou je bisakibino. Wie heeft wel eens gezien dat hij op tv komt om te gaan praten over de dingen die hij vertelt? Begrijpen jullie mij? De jambagabanga babato babongo limiteen. Wij ontvangen mensen die een magicien. Die een stovenaars waren. Of die demonen. We hebben een rijk van. Weet je als gehoord dat een de demon daar komt vertellen. Ja, dit, zo hoort het niet. Het is eigenlijk geen. Want ze weten hoe ze hun eigen rijkdom kunnen bestrijden. Ze weten wat ze weten. Maar mijn geliefde probleem is. Wij laten verkeerd beelden. Wie kan een vergadering hebben? Je weet dat dat persoon een demon is, maar je uitnodigt me om uit te nemen. Of als tovenaar nodig om uit in de kerk. Azadé. Waarom? Parce que nous les chrétiens on a peur des sorciers. Omdat wij christenen on a peur du soclitisme. Parce que voyez que ceux qui aillent en église, les premières choses que tu penses qu'ils vont nous envoûter. Je weet dat het eerste ding dat er wanneer hij naar de kerk komt is dat hij gaat vervloeken. Het is zo. Mais ceux qui ont néoclétisme à salina ninaïe. Maar wanneer een machtig persoon is. Hij stuurt naar een. Waarom wij ook participeren naar feiten naar Bissau? Hij stond naar Christen, ja, kan je hem naar ons feestje komen? Alleluia. Amen. Toen comprendre comment biso te présenter Zambé na biso. Zo, on est logique, wij gewoon. Door te zeggen, wij hebben niet de zel. Comment je n'a pas peur de ton Dieu, mais toi tu as peur de celui où je vais créer. Hoe kan hij niet bang zijn voor jouw God, maar jij bent bang voor de Lucifer, van God? Lucifer is een creatie van Zambé. Want de duivel is een creatie van God. Nani a créé Lucifer? Wie heeft Lucifer gecreëerd? C'était l'ange de l'adoration, le chef d'adoration de Lucifer was de engel van het aanbidden van God. Alléluia. Mais comment lui? Maar hoe kan hij ons d'attaquer moi na Nzambe et pas na Nzambe va sa père la Batwana? Hoe kan hij dan nog in staat zijn om een kind van God aan te vallen en mensen zijn nog bang voor mij? Parce que nous n'avons pas présenté la puissance de notre Dieu. We weten niet of we de kracht van God kunnen laten zien. Celle que nous savons, nous ne mettons pas en pratique. Hetgeen wat wij hebben, brengen wij niet in praktijk. Nous croyons même pas celui que nous sommes en train d'adorer. Wij geloven niet eens in degene die wij aanbidden. Paul dit, celui que nous adorons. Degene die wij aanbidden. Diable n'est pas mort. De duivel is niet dood. Diable n'est pas ressuscité. De duivel is niet opgestaan. Diable n'a pas créé ni ma colonne aïe ni ni colonne aïe ni ma belle aïe. De duivel heeft nooit de grond gecreëerd. Diable n'a pas la peine mouton aïe te. De duivel heeft nooit de persoon gecreëerd. Parce qu'il a besoin de ton corps pour qu'il y a qu'on va ressaler la yango. Want hij heeft een persoon lichaam nodig. Mais maintenant toi qui a un Dieu. Maar nu jij die een God. Qui a fait toutes choses. Die alles heeft gecreëerd. Qui a créé le ciel et la terre. De aarde en de hemel heeft gecreëerd. Qui est mort et ressuscité le troisième jour. Is doodgaan en de derde dag heeft opgestaan. Degene die zegt dat alles uitgebracht is. We weten niet hoe je kan presenteren voor mensen. Halleluja. Amen.
Pourquoi? Dat is waarom. Parce que nous sommes dans les distractions. Want wij zijn altijd afgeleid. Nous présentons Dieu mal. Wij presenteren God verkeerd. Les gens commencent même prendre les choses des diables pour venir présenter dans la chambre église. Mensen komen met dingen van duivel om te laten zien in de kerken. Un démon. Un démon. Ganga. Of het toch. Même à sa pauvre. Oh, is hij arm. Ako la kisaya ki pauvreté na yote soka linga benda yo. Hij zal zijn armoede niet laten zien als hij wil dat hij naar hem toe komt. Al moet hij iets gaan dragen om schoonheid te zien. Hij kan je ontvangen in zijn eigen huis. Alleen zodat jij versnapt. Maar jij christen. Je gaat praten over God. In plaats van te gaan spreken over de kracht van God. Je gaat praten over de moeilijkheden die je hebt. Ga jij praten over de moeilijkheden die jij hebt. Ja, vraiment bongo pas. Ja, dat is niet. En dan ga je praten over dat hij moet gaan zoeken naar jouw God. De God die jou niet eens geeft. Halleluja. Amen. Comment il peut venir? Hoe kan hij dan komen? Mais bien aimé, na lingi toza batangolo to fungola matoi na biso to changer notre manière de présenter Dieu. Mais geliefde, wij zijn mensen van God moeten onze manier van veranderen. Par exemple, on a remarqué surtout na Kinshasa na Zebele awa tozoko tungolo. En Christ, dan zien we vaak in Congo. Dan ben je nazaraki na katholiek. Wanneer ik in de katholieke kerk was. Pourquoi? De moed om te gaan praten over God, want we noemden dat altijd binnen kleine dingen. Alleen te zien de broeders en zusters in de kerk. Zij zien de broeder of zuster die komt naar de kerk. Azana chemise, nani toko taniye. Bakoma Adjem nani papa André Nassima. Je zou zien bijvoorbeeld hoe ze dat t-shirt aan is al matango ya bakendaka oyo bapesaka bango ya uniform ya mwana koma ko ya na mwana eglise. En dan weet je, ja, dat was iets wat uitgekregen op een begrafenis. Dat betekent dat we laten de armoede van God zien. Hij loopt op straat bij parfum, draagt hij niet eens. Mon frère, na je bekijkt ik in Zamba Kossal. Ja, mijn broer, ik weet alleen dat God. Comment tu vas évangéliser Motoke? Si tu viens à notre Dieu, tu auras tout. Maar hoe kan je dan gaan praten over God door te gaan zeggen: mon frère, voet, als je mijn geliefde, als je een t-shirt hebt, papa André Wanilunga. Het is die t-shirt die hij aan heeft, moet hij iets anders aantrekken. En dan moet ik een nieuwe zola tata. En ik wil dan zien dat hij bijvoorbeeld een ander hem draagt. Wat mij ging weerhouden om een christen te worden, was dat hij zag dat het alleen maar moeilijkheden om te zagen. Je zou zien bijvoorbeeld de pastoor, zijn kleren zijn helemaal verschoven. Je moet me expliquer dan comment je peut avoir le courage d'aller naar dat ministre pour nous comporter parole. Hoe kan dan zo'n persoon naar het huis van de minister komen om te gaan praten over God? D'abord, quand denk je zo'n metal aan deja, qu'on zal aan een sonja, qu'on gote même naar dat qu'on moet aan de kie en aan bon. Door alleen naar zichzelf te kijken, schaadt hij al om naar een persoon te gaan die veel meer gehad heeft dan hem. Nous présentons notre Dieu mal. Dat is omdat wij God verkeerd presenteren. Een sorcier, tant oiseau présenté, tant gandazo présenté. Wanneer we het een voedoe man gaat praten over zijn baas of koning. Hij vertelt dan over zijn baas of wat dan ook, dat wanneer naar hem toe komt, krijg alles wat je wilt. En daarom gaan ze vooruit. Ik heb een exemple ya. Ya nani acteur oyo kombo na nani? Kachinefar. Oya zana kacha nani oclitisme yo nani? Kachinefar. Brad Pitt. Hein? Yeah, Brad Pitt. Alléluia. Amen. Un grand acteur, un riche. Parmi les acteurs ya Hollywood, c'est Brad Pitt. Een van de rijkste acteurs. Mais comment va toi et bazali na science occulte? Ba que toucher la tête. Bazana besoin même ya mikila te po bayebi so ki tete za deja touché ba petit mikila wana nyoso ba sala nini ba holanda na sim. Want wij weten wanneer we het hoofd hebben gehad dan gaan de rest van het lichaam volgt daarna.
Mais pourquoi nous tout ça qu'on pensait toujours qu'à Kanabiloko, il y a Mikemike? Mais waarom denken we altijd aan kleine dingetjes? Paul il dit Azolo Bawa. Paul zegt nu. Ngayo ye nazalaki moindre, nazalaki nanga eloko pamba. Ik was een ongelovig, ik was niks. Paul Azolo Banga nazalaki eloko pamba. Ik stelde helemaal niks voor, zegt Paulus. Parmi tous les saints. Onder alle heiligen. Na yebaki memo pake bakoko benanga ipeke no, nazali apotre ya Zambe. Ik wist niet eens dat iemand mij kon noemen man van God. Nee, grâce personnelingai ya kwannonce. Pa na batoyo masiba teyama, me ale annonce o païen. Maar God heeft mij de eer gegeven om te gaan spreken over God aan de gelovigen. Oye batia o klitisme baso kosa ke boya ke no, e pa na biso ndeko kozobo mengo. Mensen van andere machten die zeggen oye batia o klitisme baso kosa ke no, so ke pa na biso kokufate. En de andere zeggen ja, als je bij ons komt, lodi a kochini boma. Andere dag wordt het. Changer notre manière de présenter Jésus. We moeten onze manier van God presenteren. Changer notre manière de présenter Jésus. Verander onze manier. Présenter la puissance de Dieu parce que moi, na comme une habitude ya keno, j'ai pas peur ni des sorciers ni des magiciens parce que Christ à moi c'est l'espérance de la gloire. Je ga praten over de kracht van God, wat nu ik met God ben dan vrees ik Christ. Je sais que nous, celui qui vient ici en Israël, ni ne sommeille ni ne dort, il est en train de veiller sur moi pour que cela ne puisse pas m'éteindre. Je kan doen wat je wilt, je kan vervloeken wat je wilt, maar ik weet dat God mij altijd zal beschermen. Alléluia. Amen. Présentez un Dieu puissant. Vous moutez un krachtig God la présenter. Mais bien aimé, appelez un exemple. Ik zal je een voorbeeld geven. Mais fongel laga chamukanda mati. Voyez tout ce Bible se voit dans le livre de Matthieu. Makamba ko présenter Nzambe mabe e banda lelote. C'est ça, ma kunani boko comprendre si ko. Dat is om te laten zien dat Matthieu chapitre 12 verset 24. Matthieu hoofdstuk 12 vers 14. Matthieu 12. Matthäus hoofdstuk 12. Tu as trouvé? 12, 24. Jusqu'à 30. Matthäus 12, vers 24 tot nummer 30. Mama zal la Bible te. Ik lees de naam van Jezus. Maar de fariseeën, die ook van dit wonder hoorden, reageerden. Hij kan de boze geesten verjagen, omdat hun leider, Beelzebul, hem die macht heeft gegeven. Jezus wist wat zij dachten. Een verdeeld koninkrijk valt uiteen, zei hij. Een stad of huis waar verdeeldheid heerst, blijft niet bestaan. Als de duivel nu de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Volgens u heeft Beelzebul, de duivel, mij de macht gegeven boze geesten te verjagen. Maar wie geeft u leerlingen die macht dan? Zij zullen degene zijn die over u oordelen. Als ik door de geest van God boze geesten verjaag, is het koninkrijk van God bij u gekomen. Je kunt het huis van een sterke man niet zomaar binnengaan en leeghoven. Eerst zul je hem vast moeten binden, dan pas kun je zijn huis leeghoven. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie mij niet helpt om mensen te verzamelen, jaag ze uiteen. Amen. Amen. Natangi ingana koke mulaite na kotanga kandam. Les pharisiens ayant entendu cela, dira cet homme ne chasse les démons que par Beelzebul, le prince des démons. Alléluia. Nasuki nanuana, siko bino moko boko continue après. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends maintenant? Begrijpen. Ce que toi tu vois maintenant dans les Facebook. Ce que toi tu vois dans les télé. Cet pasteur critique l'autre pasteur. Deze pasteur praat over de andere pasteur. Parce que le diable le sait. Wat de duivel die weet. Sans ce que vous voyez, parce qu'on accuse Jésus, ce n'est pas ma païen. Degene die God of sacrificateur to mandanga na Nzambe. Dat zijn mensen van God of pastoors of door de kracht van God. Jésus Christ aso benga na batemo bango balobi oyo aso sala musala ya Jésus na normalité. Door de kracht van God was Jezus bezig gisteren weg. Aso sala benga na na Beelzebul. Beelzebul azanan. En de mensen die dat zagen. Ya batemo. En de mensen die dat zagen, zei hij doet de werk. Combien de fois toi et moi nous avons attribué le miracle de l'éternel na kacha batemo? Hoe vaak hebben jij en ik bijvoorbeeld de kracht van God gezien onder de demonen? Ik wil nu één ding gaan vertellen. C'est de notre habitude là.
door de omgeving of door de omgeving van ons. Ik heb eens gehoord dat iemand zei: Est-ce que je m'a kabango mona kizala ga ina ni vraiment normal? De dingen die hij doet, is dat normaal? Comment un sorcier peut voir? Maar hoe kan? Mais Dieu ne peut pas nous montrer. Hoe kan een demon iets zien, maar God laat het ons niet zien? Dat betekent dat onze God het krachtig is. Als je daar niet in gelooft, dan heb je geen machtige God. Parce que Dieu est capable à l'obi et que non, rien ne peut arriver à mes serviteurs sans que je les révèle à mes prophètes. Alléluia. Votre Dieu zegt, niks kan mijn mensen overkomen voordat ik niks... Pourquoi? C'est parce qu'il sait que même lorsque je révèle quelque chose, et que toi tu négliges cela, ne me donne pas la faute. Essentiel, j'ai déjà vu et je t'ai déjà prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est vraiment bon, Jimmy, que ma gamme, ça va aussi maintenant comprendre comment demain il faut utiliser ce quoi, ma grand pasteur peut te bakoya à cause de combien mauvais témoignages qu'il commence à parler de Dieu. De duivel die weet hoeveel pasteurs er dan zullen vallen door alleen de verkeerde dingen die er wordt gezegd over God. Je dit pas que les faux n'existent pas. Ik zeg niet dat dat. Mais je parle des vrais. Parce que la manière dont ils sont présentés, les vieux ont profité pour nous salir maintenant l'œuvre de l'Éternel. Donc, onze manier van het presenteren van God, dat gebruikt de duivel voor het slecht maken daarvan. Ils ont attribué au Fils de Dieu. Net als hun zelf, ils sont le diable. Hun zeggen over de zoon van God, dat hij de duivel doet. Maar waar is dat? Les chrétiens aussi font les mêmes choses. Dat christen hetzelfde doet. S'il voit quelqu'un. Jij ziet het. A prier pour le mutuapiki. Je ziet dat een persoon bidt voor iemand die ziek is. Je ziet dat iemand bidt voor iemand die ziek is en hij is genezen en anderen zeggen ja, dat is normaal. Vooral als de persoon dat ik ben die het vaak heeft gehoord. Halleluja. Maintenant vous croyez pas à Dieu que nous sommes en train de servir. En nu, dan ga je horen, ja, Bible met demonische krachten bezig. Et que chaque travail mérite un salaire. En de Bijbel vertelt ons si dat le travail que nous faisons ne vient pas de Dieu. Als dat werk wat Dieu va nous payer maintenant en nous punissant. Als dat werk wat wij verrichten hier zo niet door God is gestuurd, zal God ons toch. Alleluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est pour cela que les enfants de Dieu ont devenu médiocres. Mais nous, de kinderen van God, die zijn niet als mensen. Si je fais des choses bien, on va me dire que non, na zij een zambeté. Want als ik goede dingen doe, gaan mensen zeggen, ja, non, on sait la chose moyenne. Dus dan kan ik dingen doen die er tussenin zitten. Bon, mon ik heb een clip, na biso to sali la kayan zambé. Die clips die wij maken, bijvoorbeeld over God. Ma clip ou religieux. Gewoon religieuze nummers. Tijdsgeleden was iedereen stond voor bloemen ging ze zingen. Dat is het. Kijk maar vanuit van tijden geleden. Tot zo presenté eentje mediocre. Want wij laten een verkeerd beeld van God. In de tena kacha studio. Basta le la ye clip ya kitoko ba che peut-être ma pata ba bemisi ye pe na nani non ye fatambo la kaudi a telemina si ma voiture a lobitango yeso akoya ako kama lingomba ye ba ko ye ko kuta ni ko la voiture. En maar mensen kunnen niet bijvoorbeeld dat ze naar een studio gaan en dat ze allemaal mooie effecten doen met dat ze goed, goed kunnen presenteren. La Bible dit notre Dieu est excellent. Maar mijn geliefde, de Bijbel zegt ons... Zelfs toen hij de wereld had gecreëerd, zei hij alles wat hij heeft gedaan was geweest. Dat betekent dus wanneer wij God presenteren, laten we een God zien die geweldig is. Ze kijken zo eens naar de mensen. Waar zijn de mensen? God kijkt hoe ze zich gedraagt. Dat is omdat ze in de geweldigheid van God zijn. Zonder dat mensen vragen wat ze aan het doen is, ze zien gewoon ja, dat is het. We moeten God laten zien in de geweldigheid. Ik kan gewoon één ding vragen. Als Elia nu in onze tijd was gekomen.
Hij zorgt ervoor dat er vuur komt en laat profeten. Wie zou dan zeggen, het komt van God? In deze wereld waar wij nu in leven. Halleluja. Amen. Amen. Ja, welke God gaat dan mensen gebruiken? Ja, dat zijn demonische dingen wat hij heeft gevraagd in de Bijbel. Maar het staat in de Bijbel. Dat is om te laten zien hoe verkeerd wij onze God presenteren aan mensen. Mensen geloven niet meer in de kracht van onze God. Excellent. God heeft de wereld geëerd en de wereld heeft gedaan. Maintenant, je vais vous dire que maman Mika Rochara Lissoussou, ne m'a rouge à lèvres dans mes bouteilles. En nu komt de andere die zegt: zie jij lippenstift? Quel est le Dieu que vous avez présenté maintenant tant que vous ne pas battre? Maman, il y a des choses qui sont faillites, ou sont mounies, ou comme le col à fleurs, il y a des choses qui sont moto. Après, si quoi, yo mon colonne, on me voit quelle humanité, aux autres qui ont représenté bateau, ce que y est pas dans un menabiso, à quoi régénir yo, mais bon, pourquoi yo n'a nous se régénir te? Mais lui, wil je dan God gaan presenteren terwijl je zelf slecht uitziet, en dan ben je gaan praten over God, dat wanneer je bij ons, bij God komt, dat je goed zal worden, of een goed huis zal zien, of het leven zal beter worden. Halleluja. Amen. Toch presenteren ze aan bij mij. We presenteren God verkeerd. Je n'a pas le temps. Lorsqu'on voit des mamans d'Arche de l'Alliance, Vous avez dit que als goed zich bezig hebben met lippenstift. Amen. Is dat een, zou dat zijn dat God zich dan verveelt in de hemel? Halleluja. Amen. Otongak. Je praat over mensen. Je schaalt mensen uit. Présentez les gens d'abord d'abandonner les péchés et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Begrijpt u tot ik aan je limiet. Moet je stoppen met onszelf te limiteren. Je weet wanneer een demon iemand wilt aanvallen. Wanneer hij in je huis komt. Hij begint niet eerst bij kinderen. Met wat begint hij? Ja? Hij begint eerst met de hoofd van het huis. Nous les chrétiens. Bij christenen. Tu limites quand ça met toujours nassé. Wij limiteren God altijd laag. Ce que tu as par exemple. Als je bijvoorbeeld kijkt. Ce qui démoie pour nous contenter même dans la église. Als een demon komt om te gaan testen in de kerk. Hij begint altijd met pasteur. Parce qu'il sait ce que moto est quoi. Wat hij weet als hoofd van. Le reste au salani. Zal de rest volgen. Ce qu'on doit comprendre, David a compris que révélation. Maar nu begrijp. Lorsque David a frappé Goliath. Wanneer David gooide dat geluid. Il a dit, vous avez l'habitude d'attaquer seulement les enfants de Dieu par la tête. Hij zegt. Alléluia. Et moi maintenant je vais aussi commencer par. David die begreep en hij zei. Mais bien, ik zal nu ook beginnen met het hoofd. Lorsque tu veux que nous. Tu puisses parler de Jésus. Als jij wilt praten over Jezus. Begin niet over attaquez d'abord celui qui est le premier. C'est pour cela dans nos églises, nous n'avons pas des hommes riches, nous n'avons pas de ministres, parce que les bandes n'ont pas attaqué les ministres. À côté de bureau, à le chef d'entreprise. Voyez le chef d'entreprise à comme Melanga Bana Misala Naye. De mensen van deze wereld. Die weten wat ze moeten doen en die gaan wel eerst achter de ministers aan of mensen van grote bedrijven. Want ze weten wanneer ze hun hebben, de rest zal volgen. Alleluia. Amen. Mais non. L'évangélisation la Bible ça va toujours na marcher. Mais wij, wanneer wij gaan. On dirait bah tu balais kaka na foule funa na taxi bis, bango nde baza ko mériter ba yo ka parole de Dieu. Oye batambe la kana limousine, bango to bombeli bango pona siya sokis.
En nu, wij denken dat de mensen die dan in een kleine busje gaan of zo, changer die notre cible maintenant. We moeten nu ons doel veranderen. Frappez David à l'obi, abimisi libanda. Daarom heb je aujourd'hui. Vandaag. Na kokata yo moto. Dat ik hem goed vanaf kan snijden. Halleluja. Si tu frappes pas la tête, rien le reste du corps recevra yo ezate. Quand le reste van het lichaam. Dan moet jabla koyan anda kuna yo. Als je gaat aanvallen, ga dan voor de hoofd van de demonen. Bang, begin aan te vallen. Bij demonen botten. Halleluja. Amen. Sans effet. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet aan doen wat je bij de God. Ze kunnen niet Je wist dat je toch zo goed kon presenteren. Zaya, kom, we gaan die boom afkomen. Faut savoir présenter les dieux que nous avons. Je moet weten hoe we kunnen praten met God. Het is een machtig God. Alleluia. Nous avons un Dieu puissant. Daarom Romein 14 zegt. Pour cela, tout genou fléchisse. En daarom. Même les sorciers. Quand tu cites seulement au nom de Jésus. Daarom de mort aux échelons. Baron a le rôle à zombie. Bakitinasi. Jésus. Jésus est un prostante. Alléluia. Je ne présente pas un Dieu faible, mais nous présentons le Dieu qui est mort et ressuscité, qui est assis sur le trône. Que jamais. Jamais a changé manière Nabiso. Dans toute sa manière franche. Donnons la gloire à Zambé et non toujours gloire à diable. Parce que la terre n'est pas la terre de diable, mais c'est la terre de Dieu. Dat de wereld waar wij leven, dat dat niet van duivel wordt, maar van God. Pona ko suki sana suki si pona ba oye ba zus continue na ko prier pona notre sœur que na pesa ki si j'ai des prières dimanche prochain. En aan het einde voor degene die gaan bidden. Lelo na tamba benginga. Waarvoor gebeden moest worden. Zeg, pastoor John, ik begrijp niet. De dingen die ik vandaag heb gezien in mijn slaap. Akende ki neglize na bango wa bondelak. Ze had gezien haar slaap dat ze Même pasteur na bango. Ze zag de hele kerk. En ze is de pasteur die staat voor. Ze zei, kachikachi boya go fandao. Ze zei, ga voor. Jij moet goed gaan praten. Jij moet goed gaan praten. Jij moet goed gaan praten. Jij zei, wat goed gaan praten. Kom op, als je naar kachikachi boya go fandao. Het was in haar droom was er een man. En frère wana petit frère na ya bala. En deze broeder heeft een klein broer getrouwd. Petit frère wana sikoyo a yese rakeye bisomwasha petit frère ke nani mubali na yo abota libanda. Alors nani yamona yo yebisa yo. En deze zuster was gaan vertellen aan de vrouw van het kleine broer dat ze zeggen ja jouw man heeft een kind ergens anders. Wat is dat je frère? Deze broeder ken ik zelf. Hoe kan ik dan praten over hem als ik deze persoon niet eens ken? Alleluia. Mais ce qui est important, c'est quoi? Maar wat belangrijk was, ze zag één zuster. Oya, zalaki na kachanani. Die daar tussen was. Mama na retard. Toen deze vrouw te laat in de kerk was. Oma binon nyons eglise mobimbo koko sambisaka mutu moko.
Hoe kan jullie allemaal hier staan? Jullie wijzen allemaal naar. Vertel eerst wat er aan de hand is. Dus ze hebben gepraat. In plaats van te gaan oordelen. Ze pakt haar koffer die ze bij had. Pak deze koffer. Ga. En gaan we genezen. Toen dus de koffer openmaakte. C'était des yas yambongo. Het waren dingen die en toen ze hebben gegeven. Ik wil dat het laatste keer is dat jij traag doorgaat. Ze gaat weg. Wanneer ze wegging. En zie niet datgene wat ik moi, l'Éternel, je suis en train de faire une chose nouvelle qui sont dans le point de s'accomplir. Want ik sta op het punt om dingen te doen. Ja, ik denk ik ga naar de kerk. Que Dieu merci, Saint-Esprit a bien. N'a pas l'autre à la montrer. Ok, ik dacht dat dat 4 uur was. Ok, jongens, iedereen gaat opstaan. Oui. Célibataire, yes, voilà la main à liste et à babolaé.
à toi ma colo. Yesu afuta. Dans la naïna liste ya ba chomere. Yesu afuta. Dans la naïna liste ba kangamia satan. Yesu afuta. Dans la naïna liste ya bikomaye.